Bij Gent is er een jubilaris. Tony Herman speelt vanmiddag zijn 250ste wedstrijd in de eerste klasse. Lorenzo Snales. Spekker. Heeft altijd Frank Douwe bij zich. Borkelmans richting Snales. Spekker. Stanić met de kop. De Kroaat voor het eerst in de 16 van Gent. Een kopbal naast. Zijn bewaker vanmiddag is Edin Ramčić. Een Kroatisch duel. De eerste mogelijkheid voor Club Brugge. Hier zien we dat nog eens. Stanić kan koppen, niet zo ver naast. Er zit pit in de wedstrijd. Snelheid ook. De Brul op rechts met Frank Douwe. Kjörven de Brul. De rechtsachter dus vandaag. En Zelo Lembi speelt voor hem. En deze man, Gert Verheijen, achter de spitsen, achter Spekker en achter Stanić. Frankie van der Elst, hij scoort op Lommel, kan hij het nog eens proberen, een laag schot. En dan Stanić, scherpe hoek, maar toch binnen. Erg moeilijk, maar wel een doelpunt. Mario Stanić, de topschutter in de Belgische competitie, zijn 12e. Het voorbereidend werk was eigenlijk van Frankie van der Elst met dat schot. Patrick de Man kon dat niet vasthouden. En dan is Mario Stanić daar, heel scherp, maar hij kan binnentrappen. 1-0 voor Club Brugge na 11 minuten spelen. Frankie van der Elst met Sandy Martens terugspelen. Op Verlinde lijkt hem het veiligst, maar echt veilig is het niet. Renier trapt weg, de kop van Gunther de Meijer. Tot bij Igor Cialo. Sinds eergisteren vader van een dochter Dora. En daar de kopbal die maar net naast gaat, een goeie van Sandy Martens. Gent speelt niet slecht mee, er zit tempo, er zit pit in de wedstrijd. We hebben al wat te zien gekregen. Verheijen. Stanić, Spekker, ineens. Een meter of twee naast de goal. Maar combinaties hebben we al gezien, goede combinaties in deze wedstrijd. Stanić naar Spekker, niet zo ver naast. Nico van der Donk achter de bal. Tempo is een beetje gezakt na dat goed aanvangskwartier. Frank Douwe met de kopbal, Danny Verlinde. Moet overtippen. Het was moeilijker dan het leek voor Danny Verlinde. Die bal viel. Hij haalde die bal nog net onder de dwarslat vandaan. Nico van der Donk klaar voor een hoekschop. Dat is hoog getrapt door Klaasens, maar nog niet helemaal weg. Verlinde kan er niet bij. De Meijer tegen de lat. En dan de omhaal van Lorenzo Snales, maar het is nog niet gedaan. Nico van der Donk, Frank Douwe, slechte controle. Het wordt alsmaar warmer in de strafschopgebied daar bij Club Brugge. Verlinde nu klem vast. Gent speelt goed mee in deze partij. Klaasens die hoog trapt, maar niet ver weg die bal. En dan Verlinde die zich een beetje miskijkt zeker. Bokst ernaast. Gunther de Meijer met de kopbal op de lat. En dan weggehaald door Stales. Van der Elst. Frankie van der Elst, die wordt niet aangevallen. 1-2 met Stales, dat was althans de bedoeling. Frankie van der Elst, dat hakje. En daar bijna de goal of niet? Nee. Mario Stanić, weer in schietpositie. Super Mario, zoals de Brugse supporters hem noemen. Een goede combinatie, goede actie was dat weer van Club Brugge. De schietkans voor Mario Stanić, goed gepakt door Patrick de Man. A-agent begint aan de tweede helft met Mohamed Barca in de ploeg. Hij is Igor Cialo komen vervangen. Lembi, eerste minuut van de tweede helft. Lembi voorbij Herreman. Klaasens onder de bal door. Kenny Verhoenen was er ook bij. Een duel tussen die twee. En nu een uitbraak van Pascal de Vreese. Op snelheid voorbij die andere Pascal. Pascal Renier. Anderels. De Vreese met het schot. En Danny Verlinde redt. Eerste actie in deze tweede helft. Een goede minuut gespeeld. Verheijen. Geen buitenspel van Spekker. En de Meijer met de tackle. Is het een fout? Dan moet dat rood zijn. Voor Gunther de Meijer en het is rood. Een consequente houding wel van Marnik Zandra. Als hij een fout geeft, dan moet hij ook rood geven natuurlijk. Want Robert Spekker was alleen door. Hier zien we dat nog eens. De tackle die te laat komt. Hij heeft de bal niet. En het is dus een rode kaart. 10 man op het veld nog voor A-Gent. Uitsluiting van Gunther de Meijer na nog geen 4 minuten spelen in de tweede helft. Spekker. Lembi. Zet Tony Herman van de bal. Verheijen. Spekker. Het schot. 2 meter naast de goal van Patrick de Man. Club Brugge is weer daar.
De meest aanvallende ploeg in het begin van deze tweede helft. Stalens. We hebben niet zoveel meer gezien in deze tweede helft. Weinig doelgevaar. Brugge dat Gent wat laat komen, maar het is moeilijk met 10 tegen 11. En nu Spekkar met 2-0. En daarmee is het helemaal gedaan. Robert Spekkar vrij in het centrum. En hij kon die bal naast Patrick de Man plaatsen. Het is een vijfde van het seizoen. En dat zal wellicht de doodsteek zijn voor AA Gent. Spekkar, Orkelmans, Stalens. Stanic. Lembi en 3-0. In de slotfase van de wedstrijd, 10 minuten voor het einde. En Zelo Lembi, dat is zijn eerste doelpunt voor Club Brugge in de competitie. En hij is er blij mee. Kijk nog eens naar die goal van Zelo Lembi. Er werd gestoord in de verdediging daar. Patrick de Man die uitkomt ook, maar Lembi trapt hem voorbij de doelman van AA Gent en het staat 3-0. Hugo Broos die moet tevreden zijn met de prestatie van zijn ploeg na die zware Europese trip naar de Oekraïne. Borkelmans. Spekkar, Borkelmans. En de redding van Patrick de Man kwam op tijd. Vital Borkelmans kon nog eens uithalen met zijn linker. Renier. Het is ondertussen een oefenpartijtje geworden voor Club Brugge. Met die voorsprong. En met een aantal jongeren in de ploeg zoals Nies en Buelings. Voor het eerst bij de bal. En niet echt goed. Dat zullen de zenuwen zijn zeker. Van der Donk. Van der Heijden onderschept. Spekkar met Douwe. In het strafschopgebied wikkelen. Voorzetten richting Buelings. Maar zover komen ze niet. Van der Heijden, dat is een goeie. Bal schuift naast. Club Brugge met nog een race kansen in de slotfase van de wedstrijd. Marca, slechte controle. Stalens. Spekkar, de ruimte voor hem. Douwen is teruggekomen. Spekkar met het schot dat centimeters naast gaat. Weer zo'n schuiver. Nu was het de rechter van Robert Spekkar. Het blijft 3-0 op een kleine 2 minuten van het einde van de wedstrijd. Hier dat schot. De man komt tekort, maar de bal gaat naast.